Dit is een nieuwsuitzending die ik samen ga doen met Jurk Kliesman. En we gaan de draad oppakken bij Genesis 8. Dit is een uitzending in het kader van Bijbellezen. En ik heb een hele leuke video gekeken van Jurk Kliesman. Die staat hier, daar gaan we ze daar nog even over hebben. Maar eerst ga ik hem bellen. Kijken of die in Leuven is. Hallo. Hi Jurk. Dag Perry. Leuk. Ik heb de video beluisterd. En ik moest echt lachen. Er was een opmerking van Brett Norman. En dan kreeg ik, dat was ik echt. Die vond ik heel erg leuk. Ik snapte deze. Welke opmerking was dat dan? Waar moest ik nou zo om lachen? Ik heb het net pas gehoord en ik heb 3 kwartier geluisterd. Ik weet niet meer precies welke zin het was, maar hij kwam er echt heel timey uit. Van, ik ga hem steeds leuker vinden, die Brett. Hij is bouwvakker, hè? Toch? Ja, schrijnwerker, bouwvakker. Ja. Timmerman, zeggen we, denk ik, hè? Ja, dat mag je ook zeggen. Bouwvakker, timmerman, ja. Ja, want een schrijnwerker is ja iets anders dan een timmerman. Timmerman werkt meer in den bouw en zo. Een schrijnwerker maakt ja meer meubels en dergelijke. Oh, die manier. Ja, precies, ja. Dus ik... Ik denk dat we dat eerder als Timmerman zouden kunnen vertalen wat hij is. In Minnesota. Ja. Waar wil je oppakken? Zullen we oppakken bij die these? Want dat vond ik wel erg leuk dat jullie het erover hadden en jij zwengelde dat aan. Want als je nou gelooft in evolutie, waarom is dit dan het jaar 2017? Ja, ik dacht dat... dat onderwerp van die video goed in te bouwen is als wij een volgende lezing doen van Genesis, het eerste boek van Mozes. Omwille van dat we hier over de schepping spreken. Ja. Dus ik wilde je gewoon je intro laten doen en dan kunnen we beginnen gaan praten. En natuurlijk gaan we dan over die analyse van Genesis 1 daarin. Hè? Ik ben al begonnen met opnemen voordat ik op de... Ik ben al aan de recorden, dus je bent al in beeld. Ah, oké. Okay. We gaan maar gewoon door. Ja, maar nee, dan zeg ik eerst maar een keer welkom toeschouwers. Ja, nou, dat jullie daar, ja. Ik wist niet dat jullie daar al waren. Nee, dat met die video die je juist bekeken hebt, die Brett Norman gisteren ingetimmerd heeft in een paar uur tijd. Dat was gewoon een spontane Skype-call omwille van, ik heb al meer dan 1 jaar... een video in Duits zitten dat ik uit een lezing van iets meer dan 1 uur gehaald heb uit het boek van Babylon naar Rome van Alexander Hislop, The Two Babylons. Mm-hmm. En daar heb ik 7,5 minuten of zo gesproken over evolutie, weet je? Aha. En hoe belachelijk die idee van evolutie eigenlijk is. Ik heb daar toen een stelling gedaan en gezegd van, ja kijk, als evolutie waar is en zo en zo en zo. Aha. En een paar dagen geleden heb ik gewoon een inspiratie gekregen van de Heilige Geest. Die doet dat risico regelmatig. Ja. Dank de Heer daarvoor. En die heeft mij die inspiratie gegeven van die mensen die in evolutie geloven, die moet je eens een keer een vraag stellen. Die moet je eens een keer een vraag stellen die zij niet kunnen beantwoorden. Maar ja, wat voor een vraag kunnen die nu niet beantwoorden? En die vraag was, en daar heb jij die video over gekeken, stel dat de evolutietheorie compleet waarheid is. Ja, een hele goeie. Dat is een wetenschappelijk uitgangspunt. Even voor jullie kijkeraars, luisteraars, dit is heel correct. Ga maar door, Jurk. Er bestaat dus geen God. Precies. Niemand heeft de aarde geschapen. Alles is zoveel miljarden jaren verleden, uit het niets geëxplodeerd en ineens was er alles dat er ooit was. Als de aarde zich gevormd heeft en afgekoeld heeft, heeft het miljoenen van jaren gerekend in deze oersoep. Ja. Die meren die zich gevormd hebben op deze aarde omwille van de regen. Uh-huh. Wij gaan natuurlijk niet achtervragen waar überhaupt de regen vandaan komt. Maar het heeft miljoenen van jaren geregend op een steen en ineens, zomaar, is uit dode materie leven ontstaan.
Iets wat wetenschappers al sinds zover, zolang dat er wetenschappers bestaan, proberen na te maken. Mm. Mary Shelley's Frankenstein was één voorbeeld daarvan. Ja, maar dat is niet eerlijk, want die begon al met een monster. Ja, maar om dus dode materie terug tot leven te brengen. Ja. Mary Shelley's Frankenstein zit natuurlijk vol van fouten, want dat dode vlees, als je dat niet conserveert, is dat binnen 3 dagen rot. Ja, daar kunnen we niets van levend maken. Dus ik wil ook niet in die details ingaan. Het punt is gewoon, omwille van dat het miljoenen van jaren op die steen geregend heeft van boven, is er ineens plots leven ontstaan. Ja, zonder een of andere reden hebben zich ineens proteïnen gevormd die leven gaven. En de eerste eencellige organisme, het eerste eencellige organisme is ontstaan. En na verloop van tijd voelde zich dat eencellige organisme blijkbaar zo alleen dat het zei, dan moeten nog anderen komen ook. Ja, jij toch ook? Af en toe voel jij je toch ook zo alleen? En dan ga je mij eens skypen. Dat komt allemaal door de evolutie, man. Ja. Ja, ik weet precies waar je... Dus ik heb een sociaal, ja. Ik heb een sociale nood om mij uit te drukken omwille van evolutie. Oké, maar ja. Verder. Jij hebt dus aan het einde dus van de uitzending... Er bestonden dus ineens meerdere eencellige organismes. Ja. En deze in de loop van de volgende paar miljoenen van jaren... Aha. ...werden deze eencellige organismes ineens meerdercellige organismes. Multiple cellen bevattende organismes. Meercellig, ja. Ja, multiple cellen bevatten. En dan gingen ze ofwel aan land of gingen ze in het water, dat weet niemand niet zo precies, maar deze organismen vormden ineens wat wij vandaag noemen fauna en flora, de eerste planten, en uit die planten is blijkbaar nog ander leven voortgekomen, blijkbaar dieren, en uit een bepaalde soort dieren heeft zich dan later de mens ontwikkeld. Ja, en dat schijnt de bonobo te zijn, want jij hebt over chimpansees en orangutans. Ja, het is de bonobo. Ja. Ken je dat aapje? Ja. En die neukt de hele dag en die zijn promiscu, jongen. Ongelooflijk. Maar die hebben wel fun, weet je wel, in de bonobo. Die neuken heel de dag, dus waarschijnlijk vandaar dat een van de wetten is van... thou shalt not commit adultery, hè? Dat lijkt mij ook, ja. Dat staat haaks op dat bonobo-idee. Want ik stam dus niet van de bonobo's af. En ik ben bij jou langs geweest, en jij ook niet, mijn lieve vriend. Nou ja, dus in elk geval om dat eventjes een keer voor te trekken, anders gaan we de mensen spelen. Prima. Die evolutietheorie zegt dus dat op basis van dit, dat is nu natuurlijk verkort weergegeven, mens tot ontstaan is gekomen. En dan wordt geleerd in de evolutietheorie dat evolutie alleen maar mogelijk is door overleven van de sterkere. Ja. In Engels, survival of the fittest. Ja, ik maak even een aantekening, want daar wil ik op terugkomen. Gaan we door. Met andere woorden, dat de sterkere, de betere, kan overleven, daarvoor moet hem de zwakkere afdoen. Of onderwerpen. In de evolutietheorie wordt dus geleerd dat de dood de mens voorgebracht heeft. Ja, ik ben het Want door het zwakkere af te doden, heeft het sterkere overleefd en heeft zich ontwikkeld tot de mens. Dus door de dood is de mens voortgekomen. Dat is iets dat zou de nota op moeten nemen, want dat is een heel belangrijk punt. Maar wat? We gaan verder. En de mensheid, normaal gezien, als je zo van die evolutieboeken gaat bekijken, zeggen ze allemaal overeenstemmend dat de mensheid, zoals wij ze kennen, min of meer rond 300.000 jaar oud is. Oké? Zoiets, ja. Go. 300.000 jaar. En vandaag leven we in het jaar 2017... En bepaalde mensen denken dat ze eeuwig kan leven door zichzelf aan een computer aan te sluiten. Je hebt dat in een ene event, daar heeft Michael Hockert altijd video's over gemaakt. Ik kom nu niet op zijn naam. Voormalige voorzitter van Google en dergelijke. Ja. Kom eventjes niet op zijn naam. Valt me straks misschien te binnen. Zuckerberg? Nee, niet Zuckerberg. Nee. Dat is Zuckerberg van Facebook. Ja. Zwart. Ja.
In elk geval, de mensheid is dus 300.000 jaar oud. En dus die vraag die ik aan diegene wil stellen die in de evolutietheorie gelooft. En die dat wat wij daar juist gezegd hebben min of meer als waarheid neemt, want dat is officiële leer. Hier en daar een beetje afgewandeld. Hè. We gaan nu niet tot in detail, anders zitten we morgen vroeg hier nog. Die mens wil ik graag eens een keer een vraag stellen. En die vraag is, stel dat de evolutietheorie zoals we dat juist besproken hebben, allemaal waar is. Er is geen intelligent wezen aan te pas gekomen om alles te scheppen, alles te maken. Er is geen intelligentie bijgekomen, alles is per toeval ontstaan. Ja. Waarom leven wij dan in het jaar 2017? Nou, ik heb daar, voor degene die op die wedstrijd willen inschrijven, ik heb er even over nagedacht. Uh-huh. En ik heb heel toevallig deze week een uitzending gemaakt over Charles Darwin. Uh-huh. Dat vond ik wel leuk. En ik heb daar een antwoord op, hè. Maar even voordat ik erop inhaak, ik wil even iets voorlezen van een boek dat heet De Causale Verklaring van het Leven, van een Nederlander. En dat boek dat komt, even kijken hoor, 1943. Dat is de Zweite Weltkrieg, de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. En is hoofdstuk 3. Kritiek op het causalisme van de 19e eeuw. De openingszin. Het is niet onze taak alle bestanddelen van de leer van Hegel. Dit is niet Hegel, maar H-A-E-C-K-E-L. Hegel. Of Darwin te kritiseren. En dan komt hij. Beide opvattingen als geheel behoren niet meer in onze eeuw. Deze man, die heeft dus, dat is een bioloog. En hij heeft allemaal hele gekke dingen gedaan, biologische experimenten. Maar daaruit blijkt ook echt dat een kip is. En een kikker is een kikker. Ze hebben allemaal, ik ga die experimenten niet opdreunen, dat is niet zo leuk om aan te horen. Vooral niet als de kleine kinderen luisteren. Want ze hebben met kikkervisjes hele lelijke dingen gedaan. Maar gezien dat evolutie, dat is er helemaal niet. En voor zover evolutie er is, kan dat zich beperkt manifesteren. Dus vlindertjes die langzamerhand van kleur veranderen, omdat alle witte vlinders opgegeten zijn, want ze vielen op. En dan kan je dus zeggen van, oh, die vlinder is bruin geworden. Ja, pas binnen de variatie. En heb je al die andere heb je afgemaakt. Ja, dan hou je alleen maar de witte over. Dat wel. Maar een beest, een dier, een mens is ook, een plant ook. Je kan toch van een eikenboom geen dennenboom maken? En je gaat allemaal eikenzaadjes, die ga je allemaal op van die hele droge, hoge zandgebieden hier in de Veluwe. En dan is er één eikenboom en die wordt een spar of zo. Dat is helemaal niet zo. Die vormen die wij constateren, die zijn dus kennelijk op een of andere manier van tevoren vastgelegd. En de laatste, dan mag je verder. Survival of the fittest. Dat is ook iets waar ik heel erg een hekel aan heb. Dit is een tautologie. Net als met schaken. Het maakt er niet uit. Het maakt gewoon niet uit wie het beste kan schaken. Maar degene die wint, die was kennelijk de fittest. Dat heet de winnaar. De winnaar is degene die wint. De overlevende is degene die het geschikste was. Dus het is een tautologie, het is een inhoudsloze zin. Er staat alleen maar, om te moeten overleven, moet je er wel, je moet wel wat kunnen doen. Als je alleen maar als je alleen maar afwacht. Je moet geschikt zijn, laat ik het zo maar zeggen. Iemand die niet geschikt is, ja. Maar daar kan je toch ook niet overleven? Overleven is toch juist dat je geschikt bent? Dus het is een inhoudsloos verhaal, dat hele verhaal van Darwin. En Genesis 1 tot en met het einde van de openbaringen, niet. De rest is gewoon. Die meneer Jordan is denk ik niet een bijbelgelovende christen. In ieder geval, dat heeft hij niet in zijn voorwoord gezegd en ook niet in zijn nawoord. Maar hij heeft voldoende de biologie bestudeerd om te constateren dat er veel meer aan de hand is dan dat alles maar in alles verandert. Dat is gewoon uit de wetenschap, uit de profaniteit.
Nou, nu ben ik klaar. Ja, je wilde die vraag toch beantwoorden? Oh ja, het is heel eenvoudig. Kijk, je moet Darwin, moet je gewoon... ik noem dat extreem Darwinisme. Kijk, Darwin zegt, eerst had je niets. En toen had je Perry en Jurk die geen contact hadden omdat die router in Eindhoven kapot was. ja, dus, ja, hoe kan dat dan? Hè? Nou, ik zou dus zeggen, volgens de theorie van Darwin, je had in het begin ongelooflijk veel nietsen. Dat kan namelijk, hè, want één niets plus nog een niets, dat is toch een niets, hè, hoor. Heel veel nietsen. en al die nietsen waren... aan het striven. Dus 0 plus 0 is 1. ja, nee. Ja, kom. Maar één van die nietsen, die moest gaan big bangen. En die andere nietsen, die konden dat niet, hè. Die konden niet big bangen. Dus die allemaal huilend. Maar was er misschien nog een niets, had ook gebigbanged. Misschien had je wel 100.000 nietsen die gebigbanged hadden. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. Maar dat ene niets van ons... Dat wist aan het begin van onze jaartelling om de enige geboren zoon van God te laten rondlopen. En dat niets was dus de winnaar. Want al die andere nietsen, die kennen we toch helemaal niet? Die zijn allemaal ergens onderweg gestruikeld. Ja, die waren gewoon niet fit genoeg om te surviven als niets. En dat van ons wel. Nou, en dan mag de eerste Darwinist, die mag hier een mooi verhaal tegen inhouden. Ik heb al zoveel Darwinisten met... Ja, het enige met een Darwinist eindigt dat altijd. Dat hij zegt, ja, nou wordt het te moeilijk hoor. En trouwens... Ja. Ze willen liever denken in een hele beperkte wereld. Van, maar dat kan helemaal niet. Mensen hebben toch ook geen ogen in hun rug? Waarom niet eigenlijk? En waarom zijn er geen mens? Waarom hebben de Chinezen geen 6 armen? In de Gobi-woestijn is dat toch heel handig? Ja, het is allemaal niet. Het zijn vormen die zijn voorbestemd. En dan kan je achteraf, alleen maar achteraf, in stomme verbazing kijken. Waar kan dat vandaan komen? Maar dat geeft nog altijd geen antwoord op mijn vraag, Perry. Oké, kom maar. Nou, mijn vraag was dat wij hebben het slimste niets. En daarom leven wij in het jaar 2017, want ons niets... Nee. Ja, oké, ga je naar Ja, niks ons niets. Als we de evolutietheorie doortrekken, dan mocht je uitvinden wat dat je wilt, maar er bestaat geen God. En er bestaat geen ingeboren zoon van God, die zo en zoveel jaren geleden op deze aarde kwam, om voor onze zonden te sterven, want er bestaat geen zonde, want er bestaat geen wet. Ja, en gelijk om voordat we... Do as the world shall be the whole of the law, is the prerogative of mankind. Dus Aleister Crowley. Aleister Crowley, ja. Maar om even, er is geen moraal. Luister, als de evolutietheorie juist is, waarom geven we dan om hongerende kinderen in Afrika... Ja, precies. Waarom geven we dan om gehandicapten? Waarom hebben we ziekenhuizen in plaats van concentratiekampen? Om die mensen direct af te maken? Want al dat gezok moet weg. Dat wij kunnen overleven die wij beter zijn. Survival of the fittest. Dat is de leer van Darwin. Dat is de leer van de evolutietheorie. Of dat jij daarmee akkoord gaat. Of dat jij dat een of andere uitdrukking vindt of niet. Dat speelt geen rol. Ja. Tautologie betekent inhoudsloos. Tautologie, ik geef je gelijk, maar dat wordt geleerd. Ja. Dus het punt is, Perry, ga eens een keer heel logisch nadenken, voor zover als jij dat kunt. Mm-hmm. Niet dat jij dat niet kunt, maar zover als jij dat kunt in het denkstream van een evolutionist. Dat heb ik ook geprobeerd, Brett, duidelijk te maken bij onze video. Als je geen dief bent, denk je niet gelijk een dief. Als je geen moordenaar bent, denk je niet gelijk een moordenaar. Als je geen evolutionist bent, denk je niet gelijk een evolutionist. Als je een christen bent, heb je niet het denkpatroon dat een evolutionist heeft. Anders was je geen christ. Dus het is moeilijk voor ons om zich dat voor te stellen. Daarom is die vraag uitsluitend gericht aan mensen, die evolutionisten zijn. Die aan de evolutietheorie geloven. Ja, precies. En die scherp ik dus aan. Dus door te omdat zeggen, er dus geen God bestaat, geen zoon van God bestaat, waarom leven we in 2017? En ik heb dan in de video, heeft Brett ook een beeld laten zien, ben ik naar Wikipedia gegaan
En heb ik gevraagd, wat is de betekenis van de vandaag de dag meest gebruikte benoeming van de jaren voor nu? Die worden vandaag BCE genoemd. Vroeger noemde dat gewoon BC. Ja. Dat staat voor Before Christ, voor Christus, voor de jaartelling van Jezus Christus. En de tijd na Jezus Christus staat voor AD. En AD staat voor Anno Domini, het jaar van de Heer. Ja. Zo staat het in Wikipedia. En deze nieuwe uitdrukking die ze nu gebruiken, want ja, de Bijbel is ja verouderd en de Bijbel bestaat niet en God bestaat niet, dus wij gebruiken geen BC en AD niet meer, wij gebruiken nu BCE en CE. En dat staat voor Before Common Era. Ja. En daar heeft Britten een heel leuke opmerking over gemaakt die ik in het ogenblik zelf helemaal niet verstond. Ja. Before Common Era. Ja, dat was de opmerking waar ik om moest lachen. Ik heb dat in het begin helemaal niet verstaan, omdat die uitspraak was zo vervormd dat ik dat niet echt uitgehoord heb. Maar wat? Ja. Before Common Era of Before Common Era? Ja, even voor de kijkers op zijn Nederlands. Voor de algemene fout. Error, zei hij. Ja, ga maar door. In plaats van era. In plaats van era. Tijd. Ja. En dat staat BCE voor en C staat voor Common Era. Ja. Dus de moderne. Of tegenwoordige tijd die wij nu hebben. Maar dus ook in Wikipedia staat erin dat BCE een nieuwe uitdrukking is voor BC en CE een nieuwe uitdrukking is voor AD en dat gaat terug op Jezus Christus met die de jaartelling in feite op onze aarde begon. Ja. Maar nu heb jij als evolutionist een heel groot probleem. Jij leeft op een aarde waar elk land op deze aarde in het jaar, op dit moment, 2017 leeft. Ja. Maar dat jaargetal 2017 is gebaseerd op een Jezus Christus die volgens jouw theorie nooit bestond. Op een God die nooit bestond, die alles geschapen heeft, die nooit niet bestond, want alles is evolutietheorie. Dus we zouden eigenlijk moeten leven in, ik zeg maar, het jaar 289.384. Ja, zoiets. Want de mensheid is ja rond 300.000 jaar oud. Denk maar iets uit. Op een bepaald ogenblik zijn ze eens een keer begonnen van... Hé, laat ons eens een keer de jaren tellen. We hebben ja anders niks te doen. Dus ze hebben ineens, bij wijze van spreken, de jaartelling uitgevonden. Ja. Zo. En... Maar dat is dus voortlopend, hè? Wij leven dus in 2017 ook omwille van dat in de tijd als Jezus zogezegd geboren was en het jaar nul was, wat niet klopt, maar dat is een andere zaak, daar begon de jaartelling. En sindsdien zijn 2017 keren 365 dagen van de Romeinse kalender vergaan. Ja. Dus dat is een optelling. Maar als Jezus dus niet bestaat en niet bestaan heeft en nooit niet bestaan heeft en God niet bestaat en nooit niet bestaan heeft, dan heeft die telling ja geen zin. Van 2017 jaar geleden. Ja. Want de geschiedenis van de mens is ja zoveel ouder. Dus leg jij mij. Dat is een vraag aan jou, toeschouwer. Die in de evolutietheorie gelooft. Legde jij mij uit. Waarom dat jij in het jaar 2017 leeft. Ja. En hoe kunde jij daarmee akkoord gaan. In het jaar 2017 te leven. Waar dat jij niet accepteert dat God bestaat, dat Jezus bestaat en ooit bestaan heeft. Maar de jaartelling in de wereld waar dat jij leeft, duidelijk op alle plaatsen waar je ook maar gaat navorsen, nakijken, gaat wijzen op een God die jij zegt die niet bestaat en nooit bestond. Het is natuurlijk wel zo, dat wou ik net ook al zeggen, dat God volgens de Bijbel... staat buiten de creatie. En de creatie bestaat. En God heeft daarmee een ander bestaan. Maar hij was er al voordat de tijd begon. Hoe kan je nou iets kennen wat er al was voordat het begon? En wat er zal zijn als deze soepzooi, met al die oorlogen in Irak of zo, voorbij is? Dan bestaat hij nog steeds. Ja, hoe kan je dat kennen? In die zin
mag je zeggen dat God niet bestaat. Hè, een buurvrouw bestaat of whatever. En God, dat is een heel ander ding. Dat komt, ik ga niet geloven in God omdat ik hem gisteren heb gezien bij de supermarkt. Behalve dat je in de supermarkt iets mee kan maken waardoor je denkt van wauw, het lijkt de Heilige Geest wel. Daar moet ik even op inspelen. Ja, ga maar wat zeggen. Als Jezus aan de apostel verschenen was, aan de apostels verschenen was, was er één apostel die niet wilde geloven dat dat Jezus is. Mm-hmm. Vertel dat. Thomas. Ja. Thomas. Ja. De ongelovige Thomas. De ongelovige Thomas. En die zei, kan niet geloven dat jij het bent. En Jezus zei, kom hier. Raak mij aan. Mm-hmm. Voel mijn hand. Voel dat gat in mijn hand. Voel mijn voet. Voel mijn vlees. En Thomas raakte hem aan. En viel neer. En heeft hem aangebeden. Heeft hem he worshipped him, zeggen ze in Engels. Ik weet niet hoe dat in Vlaams zegt. Nee, mooi gezegd. En Jezus heeft op dat ogenblik gezegd, jij gelooft, Thomas, omdat jij gezien en aangeraakt hebt. Hoeveel meer zijn die mensen waard die gewoon geloven zonder mij gezien te hebben? Wauw. Je moet hard aangekomen zijn voor Thomas. Ja, waarschijnlijk wel, want hem werd duidelijk gemaakt dat hij een van de mensen was van een zeer klein geloof. Maar dat van een klein geloof, dat komt altijd terug in het evangelie van Christus. Als zij met dat boot aan het varen zijn en Jezus op water loopt, aha, en hij roept Petrus bij zich, en Petrus stapt uit dat boot over het water en loopt gelijk Jezus op het water, aha, totdat hij in een keer beseft wat hem aan het doen is, en dan zinkt hem in het water en verdrinkt als Jezus hem niet redt. En Jezus zegt op een andere plaats, waar geloof kan ervoor zorgen dat deze berg in de zee stort. Vandaar komt de spreuk die wij in Duits hebben, ik weet niet of dat je die in Nederlands ook hebt, we zeggen in Duits, Glaube kan bergen versetzen. Ja, het geloof verzet bergen. Ja, precies dat betekent dat. Mm. En dat is gewoon omwille van dat echt geloof kan dat. Ja. Maar wij hebben dat geloof niet. Wij allemaal vallen tekort aan dat geloof. Ja, klopt. Dat betekent niet dat we het niet moeten proberen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Den punt op die ik eigenlijk neer wilde. Je hebt aangehaald van, ja kijk, God bestond al voor de tijd, want God staat buiten buiten deze creatie van ruim en tijd en alles erop en eraan. En daar ben ik absoluut mee akkoord. Maar dat is nog altijd geen argument voor evolutietheoreticus. Want zij zeggen van, binnen of buiten deze ruimte, dat interesseert mij niet, God bestaat niet. Oké, dus die vraag nog een keer aan die evolutietheoreticus. Als God niet bestaat, als evolutie 100% juist is, afgezien van alle andere dingen over die we urenlang zouden kunnen discussiëren, waarom leven wij dan in het jaar 2017? Dat op alle bronnen die je kunt nakijken, baseerd is op een jaartelling die baseerd is op een God die bestaat, maar die jij als evolutietheoretica verneint, zeggen we in Duits, afleent, afkeurt. Niet in gelooft, zegt ontkend, die bestaat. Ontkent, dank je. Ja, ontkent. Dat is het juiste. Maar ja, soms vind ik mijn juiste Vlaamse woorden niet. Maar dat is het. Ah, man, je spreekt beter Vlaams dan ik, joh. dank je. Ja, alsjeblieft. Dank je. Maar den punt is dus gewoon van, antwoord mij op die vraag. Mag ik er een aan toevoegen? Je mag daar zeker een aan toevoegen, maar ik wil alleen maar hopen dat die mensen met waar we tot nu toe de laatste half uur hier over aan het spreken zijn,
begrepen hebben wat ik met die vraag daadwerkelijk bedoel. Het is een hele serieuze, correcte vraag. Zij moeten met een reden afkomen waarom dat zij in een wereld leven waar ze daarmee akkoord gaan, dat de jaartelling op iets gebaseerd is waar zij niet in geloven. Ja, nou, en ook, dan wil ik even vraag B voor de evolutionisten. Als je het hebt over survival of the fittest, dan snap je wel dat in deze wereld alles draait om geld. Geld en alle geneugten die erbij horen. Nou, de rijkste, grootste, machtigste organisatie, die heeft de Gregoriaanse kalender ingezet. Ja? Toch? Dat zeg ik toch goed, hè, Jurk? Ja. Bevestig me even. Ja. Nou, die begint in het jaar nul. En heeft alles te maken met de geboorte van de mens. Wat hij ook wel genoemd in het vroege christendom heet. Of die persoon noemden ze hem wel. Dat hebben ze gepakt. En daar zijn ze ongelooflijk rijk van geworden. Door trouwens heel erg vies te doen. Want ze hebben vals gespeeld. Maar dan nog, een echte evolutionist, die maakt het niet uit dat er vals gespeeld wordt. Maar hoe heeft de, om nu de korte vraag, waarom is de katholieke kerk zo ongelooflijk rijk geworden van het leven van een mens die maar 33 is geworden? En voor onze zonde gestorven is aan het kruis. Verklaar dat evolutionistisch. Dus dan moet je zeggen, kijk, je had allemaal nietsen en die eerste nietsen konden niet big bangen en die andere nietsen konden geen onderscheid maken tussen water en aarde. En onzewijter. En er bleef er een aantal nietsen over en er was ons niets, was in staat om de katholieke kerk te maken. Oh ja, joh. Ja, dat, kennelijk is het er zo dat je gewoon hebt te accepteren dat het woord van Christus Jezus, dat kan je dus misbruiken en dan krijg je dus gewoon, want ze hebben momenteel 90% van alle mijnen, visgebieden, landbouwgebieden, ongeveer, we hebben ze in bezit, hè. Wij zitten in onze kotjes in de laatste 10% die nog over is. En kennelijk word je dus ontzettend rijk van Christus Jezus te gebruiken. En ik zou dan zeggen, ja, gebruik hem op de goede manier. Maar gebruik je hem slecht, nou, je loon zal groot zijn. En hoe zit dat evolutionistisch in elkaar? Hoezo vanuit het niets, nou, dat, laten we zeggen, dat verhaal, om de evolutionisten niet voor de schenen te schoppen. Waarom is dat evolutionair oké? Wat zit daarachter? Nou, dat komt omdat Christus Jezus de enige geboren zoon van God is. Ja, dat is het korte antwoord. Hey, zullen we nou gaan Bijbel lezen? Tuurlijk. Pakken we op vers 8. Nou, zullen we eerst vers 7 even doen voor de continuïteit. Ja. Continuity. Ja, ik zal, omdat we toch nog maar in vers 7 zitten, zal ik het liefst beginnen bij vers 1. We moeten ze niet allemaal analyseren, we daarmee kunnen we in vers 8 beginnen. Ja, maar ik wil ze graag eventjes allemaal even lezen om ons in de juiste stemming te brengen daarvoor. Ja, vind ik heel goed. En de evolutie eventjes achter ons te laten. Ja. Eindelijk een woord van rust. Ga maar. In the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Okay, mag ik God said, ja, okay, we gaan door. Ja, ik zal ze daar ook Nederlands doen. Ga maar door. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good. And God divided the light from the darkness. And God called the light day, and the darkness he called night. And the evening and the morning were the first day. Maar in het Nederlands. Said, ja, nu, mag ik nou in het Nederlands even? In den beginnen schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis lag op de vloed. En de geest Gods zweefde over de wateren. En God zeide, er zij licht. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag. En de duisternis noemde hij nacht. En toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De eerste dag. Nou weer dat mooie King James. And God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters.
And God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. And God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. Dit is zo mooi, hè? Ik heb landbouwhogeschool gedaan en heel veel scheikunde gedaan. En het begrip water, het is zo bijzonder. Het water van 4 graden is zwaarder dan water van 3 graden. Zoiets is het. Want anders zou een meer, dus een zee of Duits, hè, als dat niet zo was, dan zou, wanneer er vorst komt, dan zou het hele water in één keer bevriezen en dan zouden de vissen onderin doodgaan. Zoiets alleen al. En het is zo'n raar fenomeen. En dan het feit dat water dus ook gewoon in de lucht kan hangen. Ja, verzin het maar eens. Dat zijn allemaal elektrische systemen. Heb je ook bliksem, kan je ervan krijgen? Het is toch gevaarlijk ook wat hij gedaan heeft. Hè? Prachtig. Ga maar door met nummer 9. Wil je niet eerst nu de verzen 6, 7 en 8 in Nederlands gaan lezen? Oké, heb je er tijd voor? Oké. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. En dit maken scheiding tussen wateren en wateren. Hoe staat het hier op zijn Engels? Even terug hoor. Ja, waters from the waters. Ja, klopt. En God maakte het uitspansel en hij scheidde de wateren die onder het uitspansel waren van de wateren die boven het uitspansel waren. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De tweede dag. En nu wil ik gelijk terug naar de eerste, die ik vandaag dus even opnieuw las. Want in het begin schiep God de hemel en de aarde. En daarna komt het uitspansel wat door hem hemel genoemd werd. Ik denk dat dit is erg zorgvuldig opgeschreven. Vind ik. Nou, nu komen we verder. Heb ik genoeg gedaan? Wil jij gaan pakje vers 8? Ja, je had daar juist een klein probleem met het verstaan van vers 6. Ja? And let the waters divide, and let it divide the waters from the waters. Aha. Wat wij daaronder moeten gaan verstaan is dat er vroeger, en dat is dus nu niet meer zo, maar dat er dus vroeger een water bestond boven de aarde. Aha. Je hebt dus dat water dat op de aarde is en je hebt dat water dat, ik zal zeggen, tussen aanhalingstekens in de hemel is. Ja. Ja? Dat was de scheiding die er toen was. En dat is er vandaag de dag niet meer. Hoe bedoel je dat? Omwille van dat water, dat was een tussenlaag tussen onze atmosfeer die we hier op deze aarde hebben en dat wat wij het universum, het heelal, noemen. Aha. En die laag water die daarboven was, heeft ervoor gezorgd dat we hier op aarde een ganz andere atmosfeer hadden. Die heeft namelijk bepaalde stralingen van de zon afgehouden, want er zijn stralen van de zon die niet door water kunnen. Mm-hmm. En daardoor was de aarde hier anders als wij het vandaag kennen. En deze canvas, of hoe ze dat noemen, van water is naar beneden gekomen in de tijd van de zonvloed. En daarom bestaat hij niet meer. Okidokie. Kijk, als we een keer teruggaan naar de evolutietheorie. Die evolutietheorie wil ons leren dat alles uit het iets heel kleins ontstaan is en alles maar groter en beter wordt. Ja, uit het niets is het ontstaan. Uit het niets is het, ja, goed. Niets, maar, dus, Big Bang Maar het is allemaal klein geweest en groeit alleen maar. Oké? Okay? Wat ze ons niet kunnen verklaren is waarom dat 65 miljoen jaar geleden dinosaurussen waren, die zo reuze waren, zoiets bestaat vandaag de dag nog altijd niet. Ja, precies. Dus de evolutie marcheert blijkbaar geen twee keren. Ze kan één keer zoiets groot produceren en daarna nooit niet meer. Maar het punt is, in de evolutie komt dus alles van heel klein, hè, dat begon met één cel, en dan multiple cellen. Het kan dus allemaal van klein en gaat naar groot. In de evolutietheorie, ons wordt ja vandaag de dag in school en overal geleerd,
dat de mens altijd maar groter en beter wordt. Maar als je de Bijbel leest en verstaat, dan zul je verstaan dat mensen vroeger heel veel groter waren. Er worden skeletten over de hele wereld gevonden van mensen die 5-6 meter groot waren. Zoals Goliath. Ja, groter. Oh. Groter zelfs nog. Dat kan. Waarom niet? En dat is in de tijd van alleen bomen die 200-400 meter hoog in de lucht gaan, zo groot groeien. We hadden een ganz andere vegetatie. We hadden een compleet andere wereld voor de vloed als na de vloed. Alles wat voor de vloed was, is ten onder gegaan. Als er ook maar iets waar is aan dat fossil fuel verhaal, bij wijze van spreken dat aardolie en kool en alles wat ze uit de aarde halen en ze zeggen van dat komt van daar en daar en daar, dan is dat alleen maar omwille van dat de aarde toen met zoveel grotere bomen en beesten en zo allemaal bezig was, als dat het nu is. De mens heeft ja ook voor de vloed veel langer geleefd. Adam is 930 jaar oud geworden. En nog andere mensen zijn. En nog andere mensen zijn boven 900 jaar oud geworden. En ze zijn op een goede manier oud geworden, geloof dat maar. Die hadden geen Alzheimer op het einde en lagen niet in het bed en moesten verzorgd worden. Dat is een andere zaak. Maar de punt op die ik neer wil is, als we de Bijbel volgen, en daarom doen we ja deze lezing hier, dan zullen we vaststellen dat de mensen vroeger in de schepping groot waren en nu alles in feite kleiner wordt. De evolutietheorie gaat juist het tegenovergestelde zeggen van alles was klein en wordt altijd maar groter. Dat is gelijk altijd. Wat dat antichristelijke systeem leert, is 180 graden omgekeerd van dat wat daadwerkelijk waar is. En als je nu zegt van, ja maar Jörg, wat haalde je eruit? Grote mensen en water boven de aarde. Je moet mij niet geloven, ik kan het allemaal niet zo goed uitleggen, maar kijk eens een keer die video's van Ken Torrent. Zijn 7-delige seminarie van telkens 2 uur van schepping versus evolutie. En ik bedoel deze audio-video's. Je moet van Ken Torrent niks nieuws gaan bekijken. Je moet niet bekijken wat hem nu voor video's maakt, want die mens is totaal van zijn geloof afgevallen. Die heeft een agenda, die heeft een agenda om mensen de verderfenis in te trekken. Volg hem niet. Maar dat oude werk van hem dat hem deed, dat is goud waard. En niet alleen dat van hem. Kijk anders ook eens een keer video's van Mark Goodman. Waarschijnlijk nog nooit niet van gehoord. Nee, Ken Torrent wel, maar Mark Goodman niet. Nee. Zoek die een keer op. Een fantastische mens die schitterende lezingen gedaan heeft. Wonderbaar. En daar goed, wordt het allemaal nog een keer beter uitgelegd gelijk dat wij hier doen. Maar dus omwille van dat jij dat verstaansprobleem had dan juist met vers 6. En laat het, deel het water van het water. Dat is dus het water boven de aarde en het water op de aarde dat gedeeld werd. Maar dat water boven de aarde, dat kennen we vandaag niet meer, want dat bestaat niet meer. Nou, en als het regent dan? Dat is iets anders. Dat is binnen de atmosfeer. Dat is een circulatie van water dat op de aarde is, dus in de zeeën bijvoorbeeld. En dat water verdampt, vormt wolken en regent terug naar beneden. Op het water of op het land, speelt geen rol. Ja, okay. Dat is een kringloop. Ja, ja, I know. En een hele bijzondere trouwens. Natuurlijk. Ik lees even voor uit mijn Nederlandse Bijbel. En dit maken een scheiding tussen wateren en wateren. Ja. Oké. Die scheiding is onze atmosfeer. Dat is daar waar het stopt. Ja, precies. Dus een deel van het water is buiten de atmosfeer. Dat is weg. We missen water. Er was vroeger meer water hier op aarde dan nu. Nee. We zijn een deel van het water. Dat was vroeger minder water dan nu. Oké, dus je had dus dat water dat zat onder het uitspansel? Dat is dat wat wij hier hebben. En dan dat water boven dat uitspansel, dat is nu weg. Dat is naar beneden gekomen. Dat was de vloed. Oké, dan snap ik hem.
Dat was niet de vloed, Perry, maar dat was bijkomend bij de vloed. Bij de vloed heeft het geregend. Voor de eerste keer trouwens, want het heeft nooit eerder op deze aarde geregend. Mm-hmm. Regen kende de mens niet voor de vloed. Dat bestond niet. Mm-hmm. Lees de Bijbel heel aandachtig en je zult zien, er bestond geen regen voor de vloed. Er bestond 's morgens dauw. En deze dauw heeft daarvoor gezorgd dat planten bewaterd werden. Mm-hmm. Ja? Dat bestond, maar er bestond geen regen. En dus je hebt de regen gehad, je hebt dat water gehad wat van boven de hemel viel, en je hebt dat water gehad dat uit de aarde omhoog brak. Als je kijkt naar de Atlantische Oceaan, en je kijkt op de grond van de Atlantische Oceaan, dan zie je dan een scheur, die terug genezen is ondertussen. Maar dat was een scheur, die is opengebroken geweest in een tijd, en die waters van onder de aarde zijn daaruit gekomen. En dat allemaal heeft ervoor gezorgd dat die vloed toen was. Die was wereldwijd. Oké, dus het water... Het was een katholieke vloed. Ze was universeel. Ja. Hebben die katholieken toch nog iets goeds gedaan? Nee. Nee. Het was maar een grap die ik uit mijn mouw scheurde. Ik weet het. Okay. Maar kijk, ik hoop dat je dat nu verstaat en onze toeschouwers dat ook verstaan. Daar was dus water boven de aarde. En dat was een beschermlaag die ervoor gezorgd heeft dat we hier op aarde een ganz andere atmosfeer hadden als dat we nu hadden. Planten werden groter, mensen waren groter, dieren waren groter. Ja, en hier viel het hele systeem uit, zoals je nu kan zien. Alleen maar errors en toestanden. Maar zo dadelijk gaan we door. Niet wanhopen. En Jurk komt helemaal terug. Dus ik hoop dat die punt die ik wilde maken nu goed besproken is. En dat mensen, als ze daar vragen over hebben, dan kunnen ze natuurlijk naar mij komen. Maar ik kan hun dan ook niet meer zeggen als wat ik nu gezegd heb. Mm-hmm. Maar ik verwijs dan graag eens een keer naar mensen zoals Kent Hovind en andere mensen. Die dat een beetje beter gestudeerd hebben en een beetje eloquenter kunnen uitleggen als dat ik dat kan. Mm-hmm. Maar er was dus een verdeling van het water op de aarde en het water in de hemel. En dat was dus die dat dividing, dat delen wat hem daar gedaan heeft in vers 6. Oké? Oké, dan nu vers 9. Nu vers 9 in de King James. Ik lees gewoon verder de volgende paar versen en jij onderbreekt me wanneer je zegt dat je iets wil zeggen. Ja, of als je dan wilt beginnen met die Nederlandstalige vertaling. Ja, ga maar door tot en met vers 13. Tot en met vers 13. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so. And God called the dry land earth, and the gathering together of the waters called he seas. And God saw that it was good. And God said, let the earth bring forth grass, and herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. And the earth brought forth grass, and herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. And the evening and the morning were the third day. Ja. Nu op het Nederlands. En God zeide dat de wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge tevoorschijn komen. En het was alzo. En God noemde het droge aarde en de samengevloeide wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde jong groen voortbrengen, zaadgevend gewas, vruchtbomen die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten op de aarde, en het was alzo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag dat het goed was.
Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Mooi. Je kan je echt schoon, wat door Frans. Ja, het is gewoon schoon. Ik kan dat heel de dag gaan lezen, weet je. Ja, ja. Nog even kijken waar we nou precies begonnen zijn bij 9. Kijk, het let the dry, dan land, dat staat dus... Ja, ik even te kijken naar het Engels, hè. Let ja, the dry the land. James, en daar staat het land, dat is in het schuin. Land staat cursief, staat ja, cursief geschreven. Cursief, ja. Ja. Let the dry appear. In de King James Bible heb je regelmatig die woorden die je tegenkomt, die cursief gedrukt zijn. Aha. Dat is met opzet gedaan. Die woorden die in de King James cursief gedrukt zijn, zijn niet in de originele manuscripten. Nee, het is alleen maar om het ja, hulp. Dat zijn ja, toegevoegde woorden, omdat die niet altijd, maar in de meeste gevallen, het verstaan van wat er geschreven wordt verbeteren. Mm-hmm. Met andere woorden, in vers 10 leest hij normaal gezien, and God called the dry earth, and the gathering together of the waters called he seas, and God saw that was good. Mm-hmm. Zo leest hij dat normaal, als je die cursieve dingen daaruit had. Nu, dat probleem is, daar kun je over discussiëren en daar kun je lang over gaan lezen en studeren en wat je ook wilt. Je kunt zeggen van ja, maar als dat niet in het originele is, dan laat ik dat wegvallen. Maar als je één laat wegvallen, ja, maar als je één laat wegvallen, moet je ze allemaal laten wegvallen. Ja. En soms geven die dingen gewoon zonder die bijgevoegde woorden geen zin. Maar die tolken van de King James Bijbel waren zo eerlijk om dat wat ze toegevoegd hebben speciaal kenbaar te maken, ja, en dus u de keuze te geven om deze dingen te lezen of niet te lezen. Heel mooi. Als je dat boek, ik heb eergisteren nog verder gelezen in dat boek, An Understandable History of the Bible, ik lees dat in Hour of the Truth, oh, ik ben al meer dan 1 jaar bezig daarmee, shame on me, dat ik dat niet doorgezet heb, maar ik was met zoveel andere dingen bezig. Dat boek van Samuel C. Gibb, An Understandable History of the Bible, is een schitterend boek en daar zijn ook veel verklarende dingen bij. En als je naar de website seawaves.us gaat, vind je ook die andere boeken daarmee bij. En daar legt hem dan veel vragen die over dat boek gesteld worden, over de King James Bible gesteld worden, uit. Onder andere behandelt hij ook in dat boek Questions and Answers, de punt van deze cursief geschreven letters daarin. Daar kun je mee akkoord gaan, daar kun je niet mee akkoord gaan. Ik kan je 1 voorbeeld aanhalen, waarvan ik weet, ik kan niet zeggen dat het enige is, maar ik kan 1 voorbeeld aanhalen waar het weglaten van de cursief geschreven worden ineens pas zin maakt. Je verstaat de Bijbel daarvoor niet. Maar als je die cursief geschreven woorden weglaat, dan ineens maakt het zin. Mm-hmm. Ja? Maar voor de rest vind ik die cursief geschreven woorden altijd heel hulpbrijk. Maar we moeten ons daarvan bewust zijn dat dit dus een teken is van de vertolker, die gezegd hebben van deze woorden hebben wij daaraan toegevoegd voor het betere begrip. En daarom kenmerken we deze woorden in cursief geschreven. Ja, ja, dat. God heeft gezegd, er zal geen punt of komma of iets aan mijn woord veranderd worden. Wie er aan toevoegt of wie er van wegneemt, die krijgt mijn hele wraak te voelen. Hm. En die zijn naam gaat niet geschreven zijn in het boek van het leven. Hm. En die tolken wilden natuurlijk deze wraak niet op zich hebben. Ze wilden een goed werk doen om de mensen een verstaanbare Bijbel te leveren. En als zij vonden dat het beter verstaanbaar was in hun taal, Engels, toen en nu, om hier en daar woorden toe te voegen, hebben ze die woorden duidelijk gekenmerkt dat iedereen weet, het originele woord van God bevat deze woorden niet.
Maar we moeten ons ook daarover bewust zijn dat we hier in het Oude Testament lezen. Mhm. Het Oude Testament is geschreven in Hebreeuws. Hebreeuws kende geen vokalen. Mhm. Dat is een taal die bestond alleen uit consonanten. Ja, medeklinkers. Ja, dus N, D, T, H, R, mhm. B, G, H, J, K, L, M, etc., etc. Ja. Dus, hoe kun je zoiets überhaupt lezen? Een goede vraag, hè? Het is heel erg moeilijk. Ik heb een boek gelezen. Het was van Hofstadter. En zijn eerste boek was Gödel, Escher, Bach. Ken jij dat uit je jeugd? Nee, Hofstadter ken ik alleen van de Big Bang Theory. Nee, dat was niet Hofstadter. Hofstadter. En het tweede boek, dat ging over taal. Oh ja, Le Tombeau de Marot, zo was het, Le Tombeau de Marot. Hij was een Amerikaan en hij heeft dus Le Tombeau de Marot, dat betekent ook het tempo van Marot, maar dat betekent ook de grafsteen. Dus een tombeau, is een grafzerk. Mm-hmm. Ja, en nou heeft die man, die dichter waar Hofstadter het over heeft, die heeft een gedicht geschreven. En dat gedicht heeft hij geschreven voor zijn nicht die ziek was. En het is een heel mooi dichtwerk met vier frasen, een soort Japanse dichtvorm, maar dan lang, hè? Mm-hmm. En hij daagde al zijn studenten uit om dit te vertalen. En hij, die mofo, dat is een heel normaal Nederlands woord tegenwoordig, ik heb me geen schande om dat te doen. Hij had dus echt een gedicht gevonden, dat kon je niet vertalen. Je moest Frans kennen en dan begreep je iedere grap die erin zat. Het was echt voor zijn nichtje en die was ziek en dat was het. Maar vertaal dat maar eens. En zo is het met ieder stuk tekst hoor. In het Nederlands klinkt het bepaalde dingen anders. Wat ik hier lees is prima te vertalen op zijn Nederlands, man. Dit is geen ingewikkelde taal, dat wil ik maar zeggen. Maar het was natuurlijk wel een heel gedoe vanuit het Hebreeuws naar het Engels. Ga er maar aan staan, hè? Ja. Hartstikke mooi. Wat leuk we dit gedaan hebben. We zijn echt een goed stuk verder gekomen. En ook duidelijk gemaakt aan mensen dat je een Bijbel niet uitleest zoals de derde aflevering van Game of Thrones. Het is echt het tekst waar je tijd aan moet besteden. En dat doen wij toch. Hé, hey, fijn man. Vond het echt goed. Ik ben helemaal blij. Ik ben wel helemaal opgepept om toch weer een stuk Rulers of Evil te gaan doen. Als je wilt, kunnen we volgende keer ook gewoon met de Bijbel verder gaan. We moeten niet telkens afwisselen dit en dat doen. Vooral als je dat Rulers of Evil niet zo graag hebt. Ik weet niet, heb jij ondertussen al eens een keer een opmerking gehad op je video's van Rulers of Evil? Of dat de mensen gevraagd hebben van dat voor te zetten of niet? Van Lineke van der Hoeve van der Gijp. Ja, die is altijd positief. Maar dat is wel. En er zijn er nog wel meer hoor, die er wel naar luisteren. En daarin bij, mijn goede vriend, we maken mij uit. Ik neem hier alles op, ik sla alles op de harde schijf. Weet ik veel wie het straks gaat lezen? Ja, dat is waar. Dat kan een of andere dakloze zijn die denkt van potverdorie, zit het zo? Oh, daarom is dat. En ik denk dus wel dat we het moeten blijven doen. Maar we kunnen. Ja. Oké, het liefste ga ik volgende keer gewoon lekker door met Genesis 1 vers 14. Joh, je hebt me gewoon te pakken. Dat is want, cool. Ja, ik vind het zo mooi, man. Prachtig. Ik vind het wel veel happier. En we kunnen tussendoor het natuurlijk ook hebben over Rulers. We kunnen toch gewoon alles wat in Rulers of Evil staat. We kunnen ook de quote of the day doen. Dat ik gewoon in Rulers of Evil, dan pak ik één stukje tekst eruit. Iets wat het echt helemaal pakt. En dat kun jij natuurlijk ook doen. Dan doen we gewoon
houden we als het ware pauze en doen we even Rulers of Evil. Of we spekken het er gewoon doorheen. Hè? Dat is een manier van spekken, de vleesbereiding. Maar je kunt er ook gewoon tussen stoppen. En dan onderdoor gewoon lekker Bijbel blijven lezen. Ik denk dat het echt nodig is voor mensen dat ze dat gaan doen. Met mijn dochter ook. Ik heb een heel leuk telefoongesprek met haar gehad. Mm-hmm. Heb ik ook opgenomen. En als je dat leuk vindt, dan krijg je het van mij. Want ik ga het niet op YouTube zetten, want dan maakt ze me af. Ja, maar jij mag het wel hebben als je dat leuk vindt. Ze heeft een hele mooie stem. Dan kan je de stem even horen. Ja, ik zal graag een keer horen waarover dat je met je dochter zo aan het spreken bent. Ja, dat gaat natuurlijk altijd weer naar de Bijbel toe. En op het einde zegt ze, dat is ook weer raar, van... Ja, jij bent dus een atheïst. En ze zegt, ja, ik ben een atheïst. En jij leest je Bijbel. Ze heeft van mij een Bijbel gekregen, maar... Ja, dat was het dan zo'n beetje. 2-3 zinnetjes en dan... Oh, ik wil Game of Thrones gaan kijken. Dat is allemaal best, ja. Ik zeg, ja. Voor je 30ste ga je hem lezen. En goed begrepen. En toen zei zij, ja, dat is afgesproken. Nou, oké. Nou. Dus, Arthur Schopenhauer heeft ook gezegd... Je moet mensen moeten toe zijn aan de Bijbel, hè? En ik denk ook eigenlijk wel dat je hardship moet hebben gehad. Als je een beetje in de rondte loopt met je gouden lepel in je gouden mond, met je gouden tanden. Ja, dan denk je, everything is oké. En iedereen die het fout gaat, heeft het gewoon fout gedaan. Karma, doeg. Ja, totdat het jezelf overkomt. Dan piep je wel anders. Dat is juist, ja. Totdat het jezelf overkomt. Dat is altijd zo. Echt dat je ook beseft. Dat was ook in mijn tijd. Dat was in mijn studietijd. Ik was mijn studiebeurs werd gestopt. Ik dacht de overheid even te kunnen tillen. Maar het lukte allemaal niet zo goed. En ik had helemaal geen geld meer. En toen werd ik uit huis gezet bij de hospita hier in Arnhem. En had ik helemaal niks meer. Gewoon echt, echt niks. Dus ik maar terug naar Wageningen. Dat kostte een buskaartje. Dat kostte dan 3 gulden. Dat is dus 1,20 euro. Nou, dat had ik nog wel. Dus was ik in Wageningen terug. En ik zou met een paar tassen en wat meuk. En ik werd gewoon opgevangen. Was gewoon gelijk, welkom. Ja, hallo, kom maar binnen. En omdat ik helemaal niks meer had. Anders was ik daar nooit naartoe gegaan. Want het was een ontzettend saai studentenhuis. Waar ik niet doodgevonden zou worden. Ik wilde het wilde leven in. En toen raakte ik alles kwijt. En ik werd helemaal opgevangen. En toen denk ik, waar ben ik eigenlijk? Ben ik wel in Wageningen? Of ben ik in de handen van iemand die ik... dit weet ik veel. Iemand die om mij geeft of zo. En dat is mij vaker gebeurd, mijn vriend. Dat echt. Dat weten die vrijmetselaars trouwens ook. Trouwens, die Ignatius de Loyola, die speelt er dan mee. En dat soort eikels, dat vind ik slecht, hè? Want die roepen dat gewoon over zich af. En dat vind ik gewoon vals spelen eigenlijk. Je moet het gewoon echt meemaken vanuit je eigen. Want je moet het zelf maar gewoon meemaken. En niet omdat je lid bent van de club of zo. Spirituele oefeningen, gaat toch weg. Ik heb hier een heel aardig boek van een Oosterse man. Dat is geen christen bijbeltoestand. En die heeft het niet over God bestaat. Maar de titel van het boek is God ervaren. En wij zouden zeggen de Heilige Geest. Wij hebben ons dogma. Ik denk dat het allemaal wel op hetzelfde neerkomt. Hè? En dat wij christenen een hele lerende taak hebben in dit geheel. Omdat wij het beste boek hebben. En zeker in het geval van mensen zoals jij en Brett Norman en Walter Veit. Walter Veit kan ook Duits, hè? Ja. Ik vond zijn Duits ontzettend goed versteerbaar. Ja, die kan zeer goed Duits. Ja, ja. Die kan ook zeer goed liegen. Oh, liegen, oké. Wat heeft hij nou weer gezegd dan? Ja, Walter Veit heeft bij mij een heel grote deuk veroorzaakt in mijn waarneming tegenover hem. Op den ogenblik als hij begonnen is van gecorrumpeerde Bijbels te citeren in zijn voorlezingen. Okay. Hij werkt voor Amazing Discoveries. Amazing Discoveries is een 501c3 organisatie. Hmm. 501c3 dus.
een tax-exempt status organisatie, dus ja. Donaties die het aan die mensen geeft. Wacht even, even voor de luisteraars, voordat we te snel gaan. 501c3, dat is een Amerikaanse belastingontheffingssysteem. Dus hij werkt voor een Amerikaans gevestigde organisatie? Vraagteken. Ja. En hij zit in Zuid-Afrika. Dat weet ik niet of dat hij nog in Zuid-Afrika zit. Hij is oorspronkelijk van Zuid-Afrika, maar hij studeerde ook aan de University of Cape Town. En de University of Cape Town is een jezuïtengeleide universiteit. Ten punt is, hij heeft een voorlezing gedaan die je op YouTube kunt gaan zoeken. Die noemt Battle of the Bibles. En hij heeft daarna nog twee gedaan die noemen Changing the World. En in totaal meer dan 4 uren video's waar dat hij de fouten van de moderne Bijbelversies ten opzichte van de Koning James uitgelegd heeft. Mm-hmm. En in zijn nieuwste voorlezingen van de afgelopen jaren al, hè, dus niet afgelopen weken of maanden, nee, jaren al, gebruikt hij Bijbelcitaten die komen van de NIV, NASB, New King James en dergelijke. En daarop aangesproken, ene keer, zei hij van, ja, ik ben daar niet verantwoordelijk voor, dat is die organisatie, die maken die slides allemaal voor mij, ik maak die niet. Dat klopt zonder meer. Ja, dat kan zijn dat dat klopt, maar ja, als ik mij daarvan voorstel, dan ben ik toch alleen maar een superkasper, die alleen maar leest wat andere mensen mij ingeven, dan doe ik toch de lecties niet meer, dan ben ik toch gelijk Obama, die behalve als de teleprompter liep, toch ook maar niks kon zeggen. Ja? Dus Walter Veit heeft zijn geloofwaardigheid voor mij compleet verloren, omdat hij 4 uur lang video's maakt over hoe corrupt die andere Bijbelversies zijn. En dan in zijn lezingen deze corrupte Bijbels gebruikt. Ja, ik snap tot dat. En dat het doet me gelijk denken. We moeten gaan afronden. Ik wil even doorkletsen. Maar even even een heel kort. Bill Cooper, William Cooper, William Dinges Cooper. William Milton Cooper. Ja, jij hebt het goed. Die is waarschijnlijk gefinancierd vanuit Zwitserland. Ze hebben die man als een kanariepiet in een kooitje laten zingen. En dan William B. Clinton of zo, die president, die heeft nog gezegd, dat is de meest gevaarlijke man van Amerika. Ze hadden hem waarschijnlijk onder controle. Dat zullen ze met iemand als Walter Veit natuurlijk ook doen. Want ik heb ook gekeken naar al die fantastische, weet je, zo'n presentatieprogramma onder Windows, hoe heet dat ook alweer? Dan hoef je maar op een knopje te drukken, krijg je de volgende slide. Ja, wie heeft al die slides gemaakt? Dat is uren en uren werk. Ah zo, dat noemt PowerPoint. PowerPoint, that's the word, ja. En hij zit er, ik denk dat Walter Veit, denk ik een hele aardige kerel hoor. Die echt wel begrijpt waarom de King James, en trouwens, ik lees de King James ook. En ik kan mijn Nederlands Bijbelgenootschap Bijbel ook lezen. En er zitten kleine dingetjes in. Ja, nou en? En dat hij die katholieken, zonder meer hoor, dat ze daar gekke dingen in stoppen. Daar zouden we nog een hele uitzending aan kunnen wijden. Aan de 13 meest verschrikkelijke omwisselingen tussen de Koning Jacobus Bijbel uit 1611 en de NIV en de New KJV. Wat ze erin gewisseld hebben. Eigenlijk moet je die dingen in een tekstprogramma stoppen. Ik ben programmeur, hè? Die tekstprogramma's. En dan kan je precies zien, de ene tekst en de andere teksten, die verschillen daar en daar. En dan zie je dat geel en rood en groen. Zo, eigenlijk moet ja. Je kunt de King James nemen, je kunt de New King James nemen, je kunt ook de Queen James Bible nemen. De Queen? Wat? De Queen James Bible. Kende je die niet? Nee. Dat is de Bijbel voor de, tussen aanhalingstekens, homoseksuele.
voor de LGBT movement. Ken je die? Moeten die alweer geholpen worden? Google dat een keer, Queen James Bible. Dat is geen grap, die bestaat daar werkelijk. Dat is geen grap. Kijken we. Ja, het is echt. Met een dikke regenboog op de omslag. Ja, sorry hoor, maar kijk, ik ben in mijn persoonlijke leven heb ik heel veel mannen ontmoet. En die wilden de herenliefde met mij bedrijven. Of daar uiting aan geven. Of willen vertellen dat ze iemand waren die de herenliefde graag bedrijft. Ja, ik vind het best. Moet je dan ook nog een eigen Bijbel hebben? Oh, en GVD. Dat is een mooi Nederlands geldwoord. Arme jongens. Hey Jurk, we gaan even voor de luisteraars afsluiten. Dus jij krijgt het laatste woord en dan rond ik af en dan maken we een ronde wij zelf af. Ja? Mm-hmm. Ja, lieve luisteraars, dat was vandaag een uitzending waar we over veel dingen gesproken hebben. Daar kwam meer aan te pas als alleen maar dat lezen van 6 versen in Genesis 1, waar we nog altijd het eerste hoofdstuk van de Bijbel niet mee af hebben. Maar persoonlijk vind ik het heel belangrijk dat we dat onderwerp van de evolutie aangesproken hebben in samenhang waar we hier over het scheppingsverhaal in de Bijbel lezen. Ik bedoel, als iets een keer past, dan is het toch wel de evolutie in vraag trekken als je in de Bijbel over de schepping van deze aarde leest. En die twee tegen elkaar kunt zetten. En zoals ik eerder in deze uitzending ook zei, als u een antwoord weet waarom dat u als evolutietheorie volgende persoon kunt uitleggen waarom dat u kunt leven in het jaar 2017 op basis van de evolutie, dan ben ik benieuwd om het te horen. Je kunt mij bereiken via een persoonlijke bericht te sturen via mijn YouTube-kanaal. Je kunt een bericht laten in de Kommentarsektie van deze video. Of je kunt mij bereiken via Skype. Mein Skype-Name ist Joggler77. Joggler77. J-O-G-G-L-E-R 77. En als je die Kontaktanfraag stuurt, dan schrijft er da ook bij waarom en over wat dat je met mij wilt praten. Anders reageer ik niet, want da zijn veel te veel Spam-Anfragen op Skype. En anders ga je ja gewoon de Wellback in. En dat willen wir ja niet, als je een serieuze persoon seid. Ik vond het heel leuk om met Perry hier nog een keer bijeen te komen. Ondertussen hebben we bijna 1 uur 's nachts. Daar kunnen we een keer aan zien dat wij een fluit daarom geven, hoe vroeg of hoe laat het is. Als God ons bijeenroept en zegt van, doen jullie iets samen en brengen eens een keer de mensen wat interessant nieuws uit, dan doen we dat. En ook al is dat 3 uur 's nachts, zal ik zeggen, dan doen we dat ook. We gaan volgende keer zeker proberen Genesis 1 een keer uit te lezen. Het is ja niet zo dat wij nog niks gedaan hebben. We moeten ja maar tot vers 31 lezen, dan is het gedaan. We zetten nou op 14. Maar dat zal wel lukken. Wij moeten ons dan niet doorhaasten. Want de Bijbel is niet geschreven in 1 dag en ze wordt ook niet gelezen in 1 dag. Neem de tijd, lees de Bijbel niet, studeer de Bijbel. Leef met de Bijbel. Leef wat zij u zegt. Leef het woord van God. Leef met God. Zoals Jezus in jou leeft, als je wedergeboren christen bent. Ik dank u hartelijk voor het luisteren. Ik wens u nog een prettige dag of een prettige nacht. En mogen God je zegenen en begeleiden en beschermen op al uw wegen. Tot de volgende keer. Jörg van Juggler66, Hour of the Truth, zegt tschüss. Nou, ik had dat niet beter kunnen zeggen. Dus ik heb helemaal niks meer af te ronden. En wat Jurk zei, dat klopt allemaal. Misschien moet je eventjes dan heb je zo'n pointer, even terughalen. Nog even luisteren. Het was een bloedig, serieus gesprek. En toch heel vrolijk. Gek, hè? Ja. Maar Perry en Jurk, die gaan door. Dus op zijn hamburgers zag ik tjus, alles zo. En dag, lieverds.